levensgevaarlijk. We verspoelen hier vaak met de bal of met de trekkers en mag je hard vasthouden. En van de week moest naar de vrouw hier helemaal de berm in met de fiets en al. Omdat er soks aan kwam. Ik zei, nou heb ik me nog. Ik zei, toen hebben we alle auto's op de dijk gezet. Ik zei, nooit gebeurd. Ik zei, er komt net een trekker met erop. Ik jou die mensen niet groot gelijk. Want wij passen mooi materiaal net tussen lietse been en fietsen. En dat spul, dat ken helemaal net. Wij jaren daar op die dijk. Maar dat mij net. Dat mooi net. Had je nog van hol wat aankomen, je mooi het hele ooit mooi op een grote dijk. Je komt je behalen. Dan moet op een parallel worden. Je zit in squalen, nou dat is altijd gekke werk om daar tussen te gaan. Je bent prot lietse been en alles. En dan moeten wij tussen te gaan. Nou dat is dan steeds, ik leed dus die kilometer. Ik nog maar op een grote dijk. We hebben een handtekeningactie. Ik heb al 90% van de groene dijk ik ben. De leenbedrijfje is achter mij. En ook zie ik morgen de burgemeester bij en dan word ik besprek maken. Neffens de gemeente moet de provincie er mooi aan de slag. Om te dijk dat de trekkers dan rijden moeten een provinciale dijk is. Het gedeelte in Halm zelf wordt nog niet aangepakt. Omdat dat afhankelijk is van de aanleg van een rotonde ten zuiden van Halm. En die rotonde ten zuiden van Halm kan nog niet worden aangelegd. Omdat de ruimtelijke procedures nog niet zijn doorlopen. Dat kunnen alle gedachten nog wel een ier door je. Want die tijd dus extra goed uitzien op een griende dijk in Halm.